Een aantal jaren geleden waren we ook al op de Noordkade en maakten we van bandcoaching een verslag en hoe dat er aan toe ging. Deze keer staan we bij Willem. Willem, hoi. Goedenavond. Goedenavond. En jij gaat voor jezelf. Klopt, ja. Wat ga je doen? Ik heb nu anderhalf jaar geleden eigenlijk het idee bedacht dat ik een EP wil gaan maken met eigen muziek. Dus eigenlijk een solo project. Lijkt me super veel werk. Dat is het ook wel, ja. Ik ben al lang mee bezig geweest. Klopt. Ja, nou zijn we hier in de ruimtes van Phoenix. Gebruikt door Pop & Co. Heeft Pop & Co daar nog iets in gedaan? Nou, eigenlijk wel. Ik heb wat mensen, eigenlijk een groep samengesteld waarmee ik heel graag de studio in wilde en graag wilde opnemen. En straks optreden als het hopelijk weer mag. En die mensen heb ik eigenlijk allemaal ontmoet bij Pop & Co. Dus dat is wel een belangrijke factor geweest, ja. Ja, in het begin had je bij Pop & Co een band. En dat is een beetje anders gelopen? Of? Ja, uiteindelijk was duidelijk dat ambitie daar iets anders lagen. En ik wilde heel graag door, ook met het schrijven van eigen muziek. Dus toen ben ik het anders gaan doen. Ja, je gaat nou een EP uitbrengen. Wat is nou een EP? Nou, een EP is eigenlijk een kleine LP. Dus heel veel mensen kennen de term LP wel, of album eigenlijk. En een EP is eigenlijk een kleinere, kortere versie daarvan. Een album heeft meestal 10 nummers ongeveer en een EP meestal rond de 5. Dus jij brengt er 5 uit? Klopt, ik breng er 5 uit. Nou, neem ons nou eens mee. Hoe gaat zoiets? Want ik kan me indenken dat als je ergens aankomt, hallo, kom een EP uitbrengen, dan mensen denken ja. Ja, dat is ook wel een beetje. Ja, het kost best wel veel planning en best wel veel tijd. Je moet je eerst schrijven, dan vervolgens kunnen opnemen, produceren, mixen, masteren. Dus dat zit best wel wat voorbereiding en planning in. En dat doe je langs je werk op school? Langs school, ja. En werk, bijbaantje. Ja. Is dat dan superveel op één hoop? Soms wel, ja. En dan moet ik zeggen, ik heb vorig jaar een tussenjaar gehad waarin ik wel wat meer tijd eraan kon besteden. Maar zeker nu ik weer mijn opleiding ben begonnen, is dat soms wel moeilijk combineren. Wat is nou het meeste werk aan zo'n EP? Dat is een lastige vraag. Ik denk toch het proces tussen het schrijven en het produceren. Bij het schrijven heb je altijd wel een idee van wat je wil. En als het dan bijvoorbeeld op één instrument, ik schrijf meestal alleen op gitaar of alleen op piano. Als het dan af is en je hebt de tekst, dan heb je meestal een beetje een beeld van hoe je wil dat het gaat klinken. En om dat zo ver te krijgen, dat duurt meestal wel lang. Dat is tijdrovend, ja. En wat maak je dan? Wat is wat jij wil? Wat kunnen we bij jou verwachten? De EP heeft 5 nummers in een beetje soft rock, pop rock. Dus een beetje geïnspireerd op bands als Keen, The Killers, Coldplay, dat. En zijn er al nummers te horen of moeten we echt nog even wachten? Er zijn er van de 5 al 2 te horen. 2 singles, Walk en Marigold, die staan al op alle streamingsdiensten zoals Spotify. Ja. En wij krijgen van jou de link, dus die komt onder in onze beschrijving. Dan heb je daar geschreven en dan ga je naar iemand toe en dan, hoe moet ik dat zien? Ja, de drummer van de band, Bart van Helvoort, die is ook de producer. Dus als ik de nummers heb geschreven, ga ik meestal naar hem toe en dan leg ik uit van, nou, dit idee heb ik erbij of zo is het tot stand gekomen en dan gaan we eigenlijk samen kijken hoe we die nummers zo kunnen laten klinken als we echt willen. Ja, en als we dan soms in films zitten te kijken, dan zie je iemand die een boek aan het schrijven is helemaal met papier om zich heen. Zien we dat bij jou ook als jij je liedje schrijft? Of? Verschilt. Sommige nummers komen er heel snel uit en dan weet je wat voor tekst je wil en dan weet je meteen wat je wil zeggen. En bij andere nummers is het wel zo geweest dat ik een avond met 16 propjes al in de prullenbak zeg maar weer aan een nieuwe pagina begon. Dus het kan chaotisch zijn, ja. Ja, en dan hoor ik ook nog wel eens van muzikanten of mensen die schrijven dat ze naar een hutje op de hei gaan, hun telefoon thuis laten, helemaal onbereikbaar om zich helemaal te focussen op waar ze naartoe willen. Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Ja, niet zo eigenlijk. Ik ben wel eens de natuur ingegaan om dan, als het bijvoorbeeld zomer was, dan kon je daar kijken van, nou, komt er hier iets uit, kan ik hier iets moois schrijven? Maar het meeste is eigenlijk gewoon in mijn kamer allemaal gebeurd. En nu staat het, nu mag je het vertellen. Hè? Heeft Pop & Co hier nog iets in betekend? Nou ja, naast dat inderdaad dat ik de bandleden dan van de nieuwe EP hier heb leren kennen, hebben ze ook wel verder soms wat coaching gegeven. Ik heb de EP opgenomen in een coach van Pop & Co, Cornelis Lievensen. Dus dat was mooi dat daar allemaal kon. Dus ja, die hebben ze wel wat betekend. Ja, en de toekomst? Want ik neem aan dat je het ook eigenlijk wil gaan laten horen aan de mensen. Zeker weten, ja. De EP komt uit op 4 februari. En als het kan, dan gaan we ook een release party houden. Dus een klein concert weer. Als het mag natuurlijk. Hele grote zalen, weet ik.
Dat klopt helemaal, ja. We zijn nog een beetje aan het scouten voor een locatie, maar dat... En er is al een klein idee voor een tweede EP, dus ja. En daarna gaan we naar festivals? Pinkpop mag bellen, zeg maar. Pinkpop mag bellen. En dan meteen op het grote podium, of...? Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Het is ook wel mooi om een soort stijging te hebben, zodat je ook iets meer kan wennen natuurlijk, maar... als de kans er is, dan pak ik hem wel. Nou, komt dadelijk in februari jouw eerste EP uit. Je hebt al plannen voor een tweede. Als ik jou vraag, waar sta je over 5 jaar? Dan heb ik in ieder geval 3 EP's uitgebracht inmiddels. Hopelijk ook een album. En dan willen we in ieder geval wel op Baaspop hebben gestaan. Ja. Baaspop? Ja. dat is echt wel het... Het denk ik. Ja, zeker hier in de regio qua popfestival, dan is dat wel, is wel het, ja. En als we dan zo 5 jaar hè, Paaspop gedaan, sta je dan ook bij de grote namen echt bekend? Dus denken, met jou wil ik samenwerken of hou jij het dan echt op artiest en bij het schrijven? Nou ja, hopelijk wel. Het samenwerken lijkt me hartstikke leuk. Als er andere artiesten zijn die iets zouden willen schrijven of een nummer zouden willen doen, dan lijkt me wel gaaf. En dat jij een nummertje schrijft voor Coldplay misschien? Ja, heel graag. Als die kans zich ooit voordoet, dan is het wel goed, zeg maar. Dan heb ik het wel voor mijn gevoel dan wel gemaakt. Dan is het wel compleet. Yes. Nou, dankjewel dat wij even mochten kijken. En wij gaan jou volgen op de voet de komende tijd. Dankjewel. Leuk dat jullie langskwamen. Ja, graag gedaan.